Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er trekken nog wat wolkenvelden over ons land. En vooral in het noorden kunnen die nog wat hardnekkig zijn. In de rest van het land lossen ze vrij snel op. Dat betekent voor de ochtend de meeste zon in het westen en zuiden van het land. En in de rest van het land geleidelijk steeds meer zonneschijn met temperaturen die rond de 17 graden liggen. Vanmiddag loopt het kwik wel verder op. In het noorden wordt het zo'n 19 graden. In het zuidoosten van het land wordt het 26 graden. Volop zon op veel plaatsen, alleen het noorden blijft nog wat gevoelig voor die laatste wolkenvelden. De wind waait uit de noordelijke richting en is meest matig van kracht. Ook vanavond en wat weerbeeld betreft verandert er weinig. De temperatuur daalt uiteindelijk langzaam. Dan loopt het kwik morgen weer op. Het wordt 20 tot 26 graden. De kans op wolkenvelden in het noorden is er in de ochtend nog wel. Maar in de loop van de dag wordt het ook daar overwegend zonnig. Net als in de rest van het land. Met uiteindelijk dus aangename temperaturen. Met een verder draaiende wind. Zaterdag wordt de wind oostelijk. En dan komt de warmte echt terug. 29 tot 32 graden wordt het met volop zon. Ook zondag nog volop zon. Maar de wind draait wat. En dat betekent voor het westen alweer enige verkoeling. In het oosten kan het nog wel 30 graden worden. Vanaf maandag lagere temperaturen. Maar het blijft meest droog. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.